Het schoolplein van basisschool De Eendracht in Zevenhuizen is vrijdag 16 maart opgeknapt door een groep actieve ouders. In het kader van de landelijke actie NL Doet werd er geschuurd, geverfd en werd het groen rond het plein opgeknapt. Wethouder Hazelenbach zorgde voor de opening van de activiteiten. En hierna konden de ouders, aangevoerd door de ouderraad, aan de slag met alle zaken die moesten gebeuren. Naast de ouders en wethouder hielpen ook de kinderen van de hogere groepen met het schuren van de tafeltennistafel. Taart en koffie gaven de energie voor het samenwerken. Aan het eind van de dag waren alle plantjes gepoot, de speeltoestellen geverfd en de tafeltennistafel was weer helemaal groen. Ondertussen had de wethouder zonder hoogtevrees de boom op het plein gesnoeid. NL Doet is een jaarlijkse landelijke actie van het Oranje Fonds, waarbij vrijwilligerswerk onder de aandacht wordt gebracht.